Onze kleedkamers. Dit is het onderkomen van de Rotterdamse rugbyclub. Het is ruim 40 jaar oud. En wat ruim 40 jaar oud is, ja, dat raakt continu in verval. En dan is het pleistersplakken. En dat is eigenlijk hetgene wat we al ja, de laatste jaren doen. Met een soort tegengestelde trend, namelijk dat we enorm als, als rugbyclub aan het groeien zijn. Een groeiend aantal leden en een versleten onderkomen. Veel meer sportclubs zitten in hetzelfde schuitje. De afgelopen 10-15 jaar zijn sportverenigingen en hun accommodaties gewoon verwaarloosd. en daardoor slaan er vele accommodaties gewoon echt slecht bij. Rotterdam telt 400 sportverenigingen, waarvan de helft buitensportclubs zoals voetbal, tennis en hockey. Zeker 50 sportonderkomens hebben dringend onderhoud nodig. Ik vind het gewoon echt niet kunnen dat je verenigingen die zo belangrijk zijn voor je stad, waar mensen samenkomen, waar, waar, waar ze elkaar leren kennen, waar ze normen en waarden wordt, wordt bijgebracht, uh, dat je die zo in de kou laat staan. Gelukkig is daar een financiële meevaller. De afgelopen jaren heeft de gemeente Rotterdam fors moeten snijden in haar budget. Van jaarlijks 4 miljard euro moet de stad nu rondkomen van 3,5 miljard. Dat is dus 500 miljoen euro per jaar minder. En voor het eerst in jaren ontstaat daar nu weer een beetje speelruimte. Buitenruimte eh, om de stad nog schoner te krijgen en op die plekken waar veel overlast is om dat nog extra aan te pakken. We hebben een plan Oost, een deel van Rotterdam waarvan we echt zien dat de problematiek er is, maar dat dat eh, moet worden aangepakt. Daar is 10 miljoen voor. Een heel groot bedrag, kan ik ook als wethouder sport zeggen. Er gaat ongeveer 24 miljoen in totaal naar sport. En met die miljoenen kunnen de sportclubs eindelijk gaan verbouwen. Een heel mooi clubhuis neer te zetten waar onze leden verschrikkelijk trots op zijn.